Het zijn nu nog mooie stukjes groen in een dichtbevolkt gebied. Opa's veldje en buitenplaats Hofwijk in Voorburg. Maar de bewoners vrezen dat de komst van een nieuwe lightrailverbinding daaraan een einde gaat maken. Die angst wordt gedeeld door de gemeente. De mensen willen ook gewoon groen en ze willen de kinderen laten spelen en ze willen de auto parkeren en ze willen gezond leven. Dus die zorgen die zien wij ook. Vandaar dat Leidschendam-Voorburg zich in een discussie over een nieuwe verbinding van Den Haag Centraal naar station Voorburg hard heeft gemaakt voor behoud van die gebieden. En dat gaat nu ook gebeuren. Geen tram door het groen. Ja, dat is natuurlijk iets wat we absoluut niet gaan doen. Ik denk dat we juist dat soort stukjes groen moeten koesteren. En zeker natuurlijk het erfgoed van Hofwijk. Dus daar gaat hij absoluut niet dwars doorheen lopen. Die nieuwe route voor openbaar vervoer is nodig omdat er in de Binkhorst de komende jaren vele duizenden woningen bijkomen. Zeker is al dat het eerste deel via de Binkhorstlaan gaat lopen. Voor het laatste stukje richting station Voorburg zijn meerdere varianten in beeld. Daaronder ook een deels via een tunnel. De komende tijd wordt samen met bewoners bekeken wat de beste route is. En dat we gaan zoeken naar een oplossing, zodat de kwaliteit en de impact op de leefomgeving voor Voorburg-West minimaal blijft. Hoewel alle opties nog open zijn, bus, tram of lightrail, heeft dat laatste de voorkeur van Den Haag. Maar dat kost wel veel geld, rond de 400 miljoen euro. Driekwart daarvan is al binnen, bijvoorbeeld omdat Den Haag er 150 miljoen in steekt. Den Haag, grote bijdrage. Wij hebben ons volledige bedrag al, metropoolregio ook. Dus we gaan nu voornamelijk in gesprek met het Rijk om te zorgen dat zij het laatste centje bijleggen.